Goedemorgen, welkom bij een nieuwe vlog. Ik ga vandaag weer een dagje vloggen. Ik ben niet helemaal lekker wakker geworden. Nou ja, wakker geworden. Ik ben 5 keer per nacht wakker geworden. Ik slaap gewoon heel erg slecht. Ik heb alles al geprobeerd. Slaaptabletje van de dokter. Maar ja, die kan ik ook niet iedere avond slikken. En ik ben vandaag vrij, dus dan vind ik het iets minder belangrijk dat ik goed slaap. Natuurlijk ook wel. Maar ja, als ik dan moet kiezen, dan pak ik het liever op een dag dat ik moet werken. De dag voor, hè, nacht voordat ik moet werken, dat ik dan fit ben. Ik heb ook koppijn. Ik heb al een keer lab laten prikken, maar er is eigenlijk niks uitgekomen. Maar ik zit ook nog heel erg in de herstelfase van de corona, merk ik. Dat ik gewoon weinig conditie heb, heel snel aan het hijgen ben. En ik ben gewoon bezig met dat langzaam op te bouwen. Met stukjes wandelen, stukjes fietsen. Dat ik daar gewoon weer een beetje meer conditie in krijg. En dat ga ik vandaag ook doen en ik ga je een beetje meenemen in dat proces. Nou ja, het is niet een heel proces. Het is eigenlijk gewoon een paar keer per dag even 10 minuten bewegen. Ik heb ook nog een pech, nog een tegenvaller. Nou, ik kom met zeur hoor. Ik liep eergisteren Heineken los rondlopen. Heineken is mijn konijntje voor als je me niet volgt. En ineens had hij de plintjes van die keuken los. En ineens, pats, knalde de elektriciteit eruit. Gisteravond was dat. En ik helemaal in paniek. Want ik denk, hij heeft iets doorgebeten en hij is dood. Weet je, dat is mensen die dieren hebben, zullen dat herkennen. Dat ze eerst aan het dier denken en dan pas aan het huis. En ik rook ook een brandlucht. En ik dacht nog steeds eerst, als Heineken maar niet dood is. En niet vandaag staat heel de kiet in de fik. Maar als Heineken maar niet dood is. Dan zullen mensen met dieren zullen dat herkennen. Zaklamp gepakt. En meneer zat echt te beven onder de keukentafel. Die was wel weer onder de keuken uitgekropen. Ik denk ook dat hij een schok heeft gehad. Buurman erbij geroepen, want die is elektricien geweest. Of ja, een deur verder dan de buurman. En die heeft de kabel van mijn fornuis was het eruit getrokken. En het deed het weer. En ik dacht, nou ja, dat is niet zo erg, want dat is alleen de oven. En die oven gebruik ik niet. Nou wou ik gisteravond gaan koken. En dat is ook logisch. Het is een gasfornuis. Maar er zit wel, moet elektriciteit rond te kunnen ontvlammen, zou ik maar zeggen. Dus mijn fornuis doet het ook niet. Dus ik heb iemand gebeld, die komt vanavond. Even kijken en het fornuis zal los moeten. Ik zal dadelijk ook even laten zien wat ik bedoel. En ik moet ook nog even op jacht naar een kabel. Een nieuwe kabel dus. Maar ik ga gewoon daar even naar de Mediamarkt fietsen. Om even mooi combineren van conditie opbouwen en iets nuttigs doen. En het is een heel avontuur. Mijn ketel moet ik nog voorbellen. Ik heb echt pech op het moment met het huis. Mijn ketel moet ik nog voorbellen, want die gaat steeds van de druk gaat er steeds af. Dat is niet goed. Dus ik moet een lekdetectie gaan doen. Ik heb best wel wat pech met dit huis. Van de week komt er iemand voor de kozijnen, want die zijn rot. Gelukkig kan ik centjes lenen van familie, dus dat is heel erg fijn. En daarbij heb ik ook nog eens knallende koppen, maar ik denk dat dat echt gewoon van de stress komt. Gewoon, op het moment is het even zo druk met dit soort dingen allemaal. Maar goed, ik ben trouwens ook gisteren met Heineken naar de dierenarts geweest. Omdat hij niet at. En ik denk dat dat echt komt omdat hij een schok heeft gehad. Op het oog was er niks aan de hand. Maar hij at geen hooi meer. En dat doet hij echt normaal. Als ik hooi, dan is het echt binnen een half uur op. Ik doe 3 keer per dag het hooi bijvullen. En nou was het in de ochtend niet op en in de middag niet op. En ook amper aangeroerd. En ik vond hem ook minder levendig. Dus ik maakte hem best wel zorgen. En toen heeft hij een spuitje gehad tegen de pijn. Dat is eigenlijk, de dierenarts zei, dat is eigenlijk het enige wat ik kan doen. Hij heeft geen gas in zijn darmpjes of zo. Want dat kan dan nog wel eens voorkomen. En dat hij dan heel veel buikpijn heeft. Maar hij heeft een spuitje gehad tegen de pijn. En eigenlijk, toen heeft hij heel veel geslapen. Wat ook logisch is, want dat is heel veel dierenarts, heel spannend. Adrenaline, andere omgeving. En toen heeft hij eigenlijk een uurtje of 2 geslapen, denk ik. Tenminste, dat ik heb zitten observeren. Dus bij konijnen, hun neusje beweegt dan niet. Dus ik denk dat hij sliep. En daarna is hij begonnen met eten en was er eigenlijk niks meer aan de hand. Ja. Tot zover het avontuur. Ik ga er vandaag nog best wel mee bezig moeten zijn.
het Heineken en het fornuisavontuur. Maar ik ben blij dat er niks aan de hand is. En ja, vanavond komt er even iemand kijken. Want het fornuis zit zeg maar vast. En dat moet dan los. Maar ik moet nog even een kabel gaan kopen. Ja, dit kleine monster. Dit nieuwsgierige ding dat gelukkig weer lekker levendig is. Heeft het allemaal veroorzaakt. Hé, manneke. Ja, jouw schuld. Kijk dan, een lekkere schat het toch is. Hé, mannetje. Hoi. Ben je weer lekker nieuwsgierig. Dat is goed. Hé, weer lekker jezelf. Kijk, en nou is zijn hooi wel lekker op. Hé, mooi. Hoi, manneke. Hier mijn meisjes begroeten. Hallo, mag ik jou naaien zo? Lekkere schat. Mooi. Is mama de bako er ook? Ja, hallo. Die zien we bijna niet in donker, maar ze is er wel. Hoi, hoi. Ik maak even een ontbijtsmoothie. Let niet op de zooi, want ik heb echt geen Instagram-huis. En dan ga ik even in bad, want ik merk, ik heb gewoon hoofdpijn. En ik moet even mijn dag opgeruimd starten. Weet je, even ontspannen starten. Heel even een goede dagstart maken. Ik begin niet iedere dag mijn dag in bad. Zo heel af en toe, is, hè, ja, uiteraard als ik vrij ben, maar... ik heb het nu gewoon even nodig, weet je. Ik heb hoofdpijn, ben gestrest en ik moet even mijn dag rustig starten. En dan ga ik dadelijk heel even naar de Mediamarkt fietsen. Ik heb ook twee beschuitjes op trouwens naast groene smoothie. En dan ga ik om gemak naar de Mediamarkt fietsen en kijken voor zo'n kabel. Ik hoop dat ze die hebben. Zo, ik zet even de oven aan. Ik ben uit bad inmiddels, maar dat had je al door, denk ik. En dan ga ik ondertussen, terwijl ik de oven aan heb, ik wel even een broodje eten. Het is nu 12 uur en het is hier een zooi. Maar dat terzijde, terwijl ik even een broodje in de oven ga doen, ga ik even mijn bed afhalen en opnieuw opdekken, want dat is er wel aan toe. En een klein beetje hier opruimen en een paracetamol pakken, want ik blijf hoofdpijn houden. Zo, ga ik even mijn bedje afhalen. Hiermee bouw je eigenlijk ook conditie op, hè? Door gewoon de dingetjes in huis te blijven doen die je eigenlijk altijd deed. En hier ook een beetje opruimen en stofzuigen. Ja jongens, dit is hoe ik ben. Ik laat het ook maar gewoon zien. Zo, wasje aan. Het beddengoed voor mij nou. Mijn bedje is weer gedekt. Ik ben kei moe al van een bed dekken. Maar ja, weet je, dat is ook een beetje de nawee van de corona. Ik heb ook twee overleden familieleden aan corona. Geen directe familie, maar wel ja, nou ja, familie, neven en zo. Of achterneven, geloof ik. Waarvan er één ook zei, corona bestaat niet, corona bestaat niet. En die is ook gewoon overal naartoe geweest. Feestjes, hij was in de 60, neef van ons pap, in de 60. En corona bestaat niet, corona bestaat niet. Nou, hij kreeg corona, lag op de IC, is daar overleden. En ik wil niet zeggen eigen schuld, dikke bult, want dat vind ik... ongepast en niet netjes en dat hoeft ook helemaal niet. Maar ik vind wel, en weet je dat het erg is, ze ontkennen ook nog steeds dat hij aan corona is overleden. Nee, hij had geen corona, hij had een longontsteking. Nou nee, met een longontsteking en gewoon gezonde longen, zover we weten, beland je niet op de IC. En ja, dat kan, maar er was gewoon corona vastgesteld en hij is gewoon overleden aan corona. En dat vind ik dan heel erg. En dan denk ik, weet je, je mag je mening hebben over corona. Je mag het denken dat het niet waar is. Allemaal jouw goed recht. Maar ik ben de eerste keer zo ziek van de corona geweest. En ook maanden nog benauwd. En nou ook weer. Ik was eigenlijk weer een beetje aan het opbouwen en het herstellen met de corona. En nou merk ik gewoon weer... achteruitgang in conditie. Het is niet zo erg als de eerste keer, dus ik heb wel echt het idee dat vaccineren helpt. Maar ik vind het wel erg als mensen zeggen dat het niet waar is, terwijl en de andere familielid lette altijd heel goed op, heeft het ook toch gekregen en is ook overleden aan de gevolgen van corona. Dus ik vind het altijd wel erg als mensen zeggen het bestaat niet. En ook op mijn afdeling heb ik het aan de lijve ondervonden dat mensen er echt of aan overlijden of dood en doodziek van zijn. En meer dan bij een gewone griep. Echt, ik heb het echt van dichtbij gezien. Ik heb nooit op een IC gewerkt, maar daar is het nog erger. Ergens wil ik ook geen discussie onder in de comment. Wel niet, wel niet. Maar aan de andere kant besef ik me ook door dit te zeggen dat ik het uitlok.
Maar ja, ik wil wel vragen de comments gewoon gezellig te houden. En ja, het rustig aan te doen en elkaar niet af te vallen of wat dan ook. Mijn broodje is bijna klaar. Die ga ik eten en dan ga ik even naar de stad fietsen. Ik doe wel even een dun shirt aan, want ik weet dat ik het hier in bloedheet krijg. Zo, even lekker een fietsje doen. Nou ja, lekker. Ik weet dat ik gewoon na 10 minuten fietsen kapot ben. Thanks to corona. Maar ja, we gaan het wel doen. Het is ook maar 10 minuten fietsen. Dan kan ik even uitrusten. Maximaal 1 uur. En wie gaat dat controleren, vraag ik me dan af. Like I said, ik heb geen conditie meer. 10 minuten fietsen, ben ik back af. Maar ja, zo ga je het natuurlijk wel opbouwen weer. En vorig jaar al, kon ik gewoon gemakkelijk een uur fietsen. Ik begon weer op te bouwen na een half uur, maar ja, dat is alweer, nou ik weer opnieuw corona gehad. Dus ja, het is allemaal weer anders. Nou, eigenlijk had ik ook wel kunnen verwachten dat ze die hier niet hebben. Dan heb ik wel nog zo'n ding nodig voor bij mijn tv. Dus daar kan ik dan misschien nog wel mee nemen. Maar ja, ik denk dat ik ook gewoon bij een speciaalzaak of zo moet zijn, voor keukens of zo, ik weet het niet. Het is echt lastig dit. Volgens mij heb ik hem toch gevonden. Nou, ik maak hem nog niet open, want ik wil eerst even kijken van of het wel de goede is. En dan gaan we vanavond zien als die man komt. Oh, nou zijn alle digitale camera's hier in de aanbieding. Volgens mij is dit exact dezelfde die ik heb. Beginnen waar ik nou film. Vlogcamera. En ik heb er toen wel in een Black Friday volgens mij €300 voor betaald. Maar ja, goed. Dan weet je, modellen worden ouder en het wordt dan allemaal steeds goedkoper. Dat is ook nog een droom van me, een airfryer. Maar ja, voorlopig zit het er even niet in. Dit is echt voor de ultieme Basje en Adriaan fan, like me. Ik weet alleen niet wat het kost. En eigenlijk moet ik het ook niet doen, want alles is op Videoland terug te kijken. En hij is ook de verpakking eraf, dat heb ik niet gedaan. Maar hoe duur ben jij? €100. Ja, dat ga ik niet doen, want alles is op Videoland te bekijken. Maar het is wel een super mooi collector's item, toch? Laten we eerlijk zijn. Ik dacht even dat dit iets anders was toen ik er mijn eerste blik op werp. Misschien ben ik dan heel overzicht, dat zou kunnen. Maar ik denk het is bijzonder tussen de tanddingen en zo. Oh, helemaal bekkie af en gesloopt. Ik merk wel dat ik het A steeds langer volgehouden. Dan had ik ook weer een tegel op de terugweg. En B, dat het ook zich sneller herstelt. Ik ga even een lekker glaasje water pakken. En even tv kijken. Even bijkomen. Ik heb heel even wat bijgekomen. En ik heb even een pep talk gehad van mijn vader. Telefonisch, want dat had ik echt even nodig. Omdat het natuurlijk, ja, dat ik best wel even pech heb met dit huis. Dus ja, ik had even een pep talk nodig. En ja... Daar hoef ik dan niet eens voor te bellen, want als pap belt dan naar mij. Dat doet hij gewoon. Ik ga nog heel even een beetje chillen. Mezelf even vandaag niet te veel opleggen. Ik wil eigenlijk nog wel even boven stofzuigen dadelijk en de trappen stofzuigen. Maar verder was ik eigenlijk niet heel veel meer van plan. Ik wil straks misschien nog even naar de Action, maar dat doe ik niet op de fiets. Of wel, weet ik niet. Doe ik even met de auto, denk ik. Weet ik nog niet zeker. Heb ik nou zo'n paarse lippen? Nee. Want ik wil nog even van die shakebekers halen. Die heb ik bij de Kruidvat wel eentje gekocht. Maar ik denk dat ze bij de Action eigenlijk goedkoper zijn. Of van die bekers om mijn groene smoothie in te doen. Dat is ook prima. Ik heb echt ontzettende trek. Dus ik pak even zo'n eiwitshake tussendoor. Ik doe dit niet in plaats van een maaltijd. Maar ik merk als ik wat meer eiwitten pak dat ik dan minder trek heb gedurende de dag. Ik doe het ook niet om af te vallen, maar gewoon om ja, even iets te eten. Zo, heel even die was de dekbed boven uithangen. En dan ga ik boven toch maar even stofzuigen. Dat is ook conditie opbouwen. Hè? Een beetje gewoon in het huishouden ja, rommelen. En ik draai maar meteen een 60 graden wasje erachteraan. Kan maar gebeurd zijn. Ik ben maar even een ommetje aan het maken. In het kader ook van conditie opbouwen. Dus probeer ik toch wel ja, 2 keer per dag eigenlijk een bewegingsmoment te zoeken. Ik ben ook wel eens op de home trainer aan het fietsen geweest. Weet je? Toch om ja, een beetje conditie weer op te bouwen. Als ik moet werken is het iets anders. Want dan loop ik eigenlijk al heel de dag. Dan zet ik 10.000 stappen op een dag. Maar dat gaat meer ongemerkt. Dan heb je niet in de gaten dat je aan het lopen bent. Weet je? Dus dat scheelt dan al. Het miezert een beetje, maar goed, daar ga je niet dood van. Ik ga lekker even een ommetje maken. Misschien dat ik nog even langs de Action loop. Maar dan moet ik even kijken of dat niet te ver is.
Ik heb even een pokeball besteld. Nou ja, twee. Dan had ik er morgen ook eentje mee kan nemen naar mijn werk. Dan denk ik, hè, want ik kan dus niet koken. Nou, dus niet zo vet en niet zo ongezond. En natuurlijk, hè, dat zijn gezondere dingen, maar ook zeker ongezondere dingen. Dus ik ga hier lekker van genieten. Ik heb even een documentaire opstaan. En dan komt zo, hoop ik, die man om mij te helpen met de keuken. Ja, ik vind dit heerlijk. Ik geniet hier echt van. Ik moet even kijken welke dressing ik erbij doe. Ik heb er twee besteld. Want ik heb dus ook eentje voor morgen. Alleen moet ik die smerige feta eruit pulken, want ik lust dus geen kaas. Ik weet dat het heel uniek is, maar ik vind het echt vies. Vies, sorry. Maar ik ga lekker eerst hiervan genieten. Die man die het fornuis zou komen lospeuteren, zou ik maar zeggen, die heeft gebeld. Die gaat het niet redden. Dus die komt vrijdag en morgen heb ik later dienst. Dus dan eet ik gewoon iets op mijn werk. Of ja, ik zal pokeball voor mijn werk op mijn ouders nemen. Morgenochtend ook eten mee, want die komen morgen vroeg even naar mij. Dus dat wordt geregeld. Ik heb nou even de stand van zaken. Hij komt vrijdag ook met dezelfde man voor een offerte voor de kozijnen die verrot zijn. En ik heb bij de verzekering een aanvraag ingediend voor een lekdetectie. Dus dat, ze kunnen komen kijken van waar zit het lek en hoe moeten die leidingen dan vervangen worden. Ik heb dan meteen hele schrikbeelden voor ogen. Zo, nu zit het door mijn video heen te drinken. Bakootje weer. Hele schrikbeelden dat mijn hele muren en zo eruit moeten. Maar die man, ja, ik heb er geen verstand van hem. Maar die man heeft mij verzekerd dat dat niet zo is. Dus ik ga ervan uit dat het allemaal wel mee zou vallen. Het is nou bijna 7:30. Ik ga daar lekker liggen lezen in bed. En misschien, ja, dit staat niet bij elkaar trouwens. Maar dat was ook niet gepland om eronder te doen. Of over elkaar heen te doen. Maar ik had het koud, dus ik trek het trui aan. Ik ga daar lekker nog wel lezen in bed en daarna ga ik de dag afsluiten. Ik mag morgen weer gaan werken. Ik ben 5 dagen vrij geweest. Dat was echt wel even lekker en ook wel even nodig. En dan ga ik er morgen weer met volle bak tegenaan. Dit is dan ook meteen het einde van deze vlog. Ik wil je bedanken voor het kijken. Ik heb een beetje meegenomen in hoe ik toch weer een beetje conditie probeer op te bouwen. Ik heb net trouwens een minuut of 20, half uurtje denk ik, ja, 20 minuten denk ik gewandeld. En dat wil ik eigenlijk gewoon iedere dag even doen. Gewoon even bewegen en even zorgen dat ik mijn conditie toch weer een beetje opbouw. Want dat heeft er echt flink lichamelijk ingehakt voor mij. Ik wil in ieder geval bedanken voor het kijken van deze video. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. Doe een duimpje omhoog en heel graag tot de volgende keer. Doei!